De invoering van de belasting over toegevoegde waarde, BTW, is een groot succes en zal Suriname miljoenen opleveren op jaarbasis. Dit zei minister Stanley Ragubarsingh van Financiën vandaag aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman merkt op dat de gemeenschap ondanks alle klachten bereid is mee te werken aan de handhaving van het nieuwe belastingssysteem. Ja, BTW is, ja, er zijn veel klachten geweest, maar bij BTW moet je zeggen, kijk, in het bestand van bedrijven dat omzetbelasting betaalden, daar zaten 1200 bedrijven in en daarvan betaalden 800 tot 900 betaalde omzetbelasting. 900 bedrijven ongeveer betaalden omzetbelasting, dat gaf ons ongeveer 2 miljard op jaarbasis. We zien nu reeds dat in plaats van 900 bedrijven, nu al geregistreerd hebben bijna 3000 bedrijven voor de BTW. Groot succes en je ziet ook, ondanks alle klachten, dat de bereidheid van de gemeenschap aanwezig is om mee te werken met die regering. En ik denk, wij moeten de gemeenschap dankbaar zijn. Wij bedanken die bedrijven en die mensen die meewerken, ondanks alle moeilijkheden, ondanks van, ja, er is meer informatie nodig, ze doen mee, ze doen. Ragubarsingh benadrukt dat er al zeker 200 miljoen aan BTW is binnengehaald door de staat. Hij stelt verder dat zeker 900 bedrijven omzetbelasting betaalden en nu zeker 3000 bedrijven zich hebben geregistreerd voor de BTW. Je ziet dat dus in één maand bijna 200 miljoen is binnengehaald. Als we dat schema halen, komen we op 3 miljard eind van het jaar, meer dan we ooit aan omzetbelasting hebben binnengehaald. We willen 5 miljard halen. Wij denken dat dat gehaald gaat worden. En wij denken dus ook dat op die manier BTW een succes gaat worden. Wij zien een wij horen ook de klachten. We horen ook de klachten en die klachten zullen geadresseerd worden. Daar zal antwoord op gegeven worden. Maar we zien ook dat ondanks alle klachten, want zo zijn wij met elkaar. We geven die klachten, maar intussen werken we wel mee om de problemen die er zijn met z'n allen op te lossen. Dat is de manier waarop we er altijd uitgekomen zijn. Dat is ook deze keer de manier waarop we eruit gaan komen. Ik heb goede hoop. De bewindsman merkt op dat de Belastingdienst bergen werk verzet. Er is ook aan de statistieken te zien dat er goede ontwikkelingen plaatsvinden door de komst van BTW. Ragubarsingh heeft het volste vertrouwen dat de nieuwe wetgeving een succes wordt.